Op het laatste waypoint van de dag werden de deelnemers getrakteerd op knakworst. En dat is niet zonder reden. Hey, en waarom worst? Onze stichting Groot Hart, wat we vanuit Netwerk uit Noord altijd steunen, ben ik voorzitter van. En daar brengen we die kindjes, die doen we met z'n rondrace, hè, maar altijd tussen de middag maken we broodjes knakworst voor ze. En de grap is, iedereen denkt broodjes knakworst, maar dat is altijd een tractatie, of het nou papa's of mama's zijn of kinderen. Iedereen wordt er altijd blij van, dus we dachten, dat gaan we bij Navigate Noord ook doen. En zie, iedereen wordt er blij van. Wij zijn heel blij. Hier word je echt vrolijk van. Zeker als het zo koud is, min 22. Ja, het gaat wel lekker bij jullie, hè? Ja, vol gas. Maar we hebben zoveel aftrekpunten dat we niks overhouden. Maar dat geeft niet, het is wel leuk. Jullie zijn wel vrij fanatiek geweest. Ja, dat was echt gaaf. We hebben op het meer worsten gebakken. Kijk, dit is de pan met worst. Ik weet niet of je het kan zien op je film. Kijk, dit is op dat meer. Het is gewoon fantastisch. Dikke laag sneeuw. Kijk. Het is frisjes in Lapland. Het is sterfens koud. Maar we zijn het gewend. Maar het is wel prachtig, hè, vandaag? Het is vandaag prachtig. Gisteren was het prachtig. Mooie etappes kunnen rijden. Maar vandaag is het ook weer genieten. Volgens mij is dit wel een reclame voor Navigate Noord, of niet? Het is een hele mooie reclame. En een mooi uithangbord. En ik hoop dat er veel aandacht aan geschonken wordt. Want het is echt fantastisch. Het is denk ik voor mij een van de mooiere edities. Hey, en in de wedstrijd gaat het volgens mij ook wel lekker bij jullie, toch? Ik hoor het van Pam zeggen, maar dat het goed gaat. Dus gisteren een redelijke start. Maar we moeten er altijd even inkomen, dieseltje. We zijn oud, hè? We zijn niet zo jong meer. Vandaag gaat het lekker. Veel succes. Dankjewel. Navigate Noord wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.